Welkom op mijn wanblok. Hier moet ik vandaag 100 dagen zien te overleven. Maar zoals jullie misschien al kunnen zien, is het niet zomaar een wanblok. Het is namelijk een apparaat. Ja, dit is echt ontzettend vet, mensen. We kunnen vandaag machines gaan gebruiken om dit wanblok helemaal automatisch gehakt te laten worden. We kunnen een hele hoop dingen kopen in deze winkel hier. Dat wordt ook ontzettend vet. Ik heb er super veel zin in, hopelijk jullie ook. En laten we maar gewoon beginnen met het eerste blokje. Hoppakee. En dat is gewoon dirt. En laat ik dat gewoon maar meteen eventjes hier zo gaan plaatsen. Waarom niet? En hier hebben we ook gelijk het volgende blokje. En dat is hout. En dat kunnen we natuurlijk ook ontzettend goed gebruiken. En ik zit nu te denken. Is het niet handiger als ik gewoon meteen naar de shop toe ga? Want ik zag net al in beeld dat ik een nieuw shop item unlocked heb. En waar sta ik nu weer op? Is dit een kist of zo? Dat lijkt zo. Laten we eens kijken. En oh, ik heb een bloemetje gekregen. Een appeltje, zaadjes en een stokje. Oké, laten we meteen maar eventjes verder hakken. En nee, nu heb ik dus een probleem. Want ik moet dit weghakken, maar ik heb geen pickaxe. Ik zou wel een pickaxe kunnen maken. Maar misschien dat ik er hier ook eentje zou kunnen kopen. En dat zou natuurlijk nog chiller zijn. Dus laat ik maar zo snel mogelijk naar deze winkel toe bouwen. Hoppakee. Kijk, nu zitten we er helemaal aan vast. En we kunnen dus dit kopen. Maar dit kost 100 muntjes. En dit heet een shop relocator. Dus hiermee kan je waarschijnlijk de shop op een andere plek neerzetten. Ik weet niet of dat handig is om te hebben. Ik denk het eigenlijk niet. Dus voor nu koop ik nog eventjes niks. Maar ik moet wel echt heel nodig een pickaxe maken nu. Dus laat ik maar eens even een crafting table neerzetten. Dan doe ik hier eventjes wat stokjes in. En dan heb ik, bam, een prachtige pickaxe. Jawel. En deze kan trouwens net zo goed blijven staan. Oké, dan ga ik meteen verder met hakken. En weet je wat? Ik ga gewoon eventjes voor nu alles met mijn pickaxe hakken. En oké, we hebben onze eerste cobblestone. We hebben gravel, nog meer cobblestone. Nice. En ik krijg echt heel erg veel hout. Ik zou alleen wel eventjes wat meer dirt willen. Want met dirt kan ik namelijk een platformpje maken. Waar ik een boom op kan zetten. Want ik heb zojuist ook een sapling gekregen. Dus laten we dit zo eventjes bouwen op deze manier. En weet je wat? Dan zet ik hier gewoon meteen zo, hoppa, een boom neer. En het wordt nacht volgens mij. Oh, dit is niet best. Op dit moment heb ik wel 28 coins. Daar kan ik nog niet heel erg veel mee. Maar ik merk al dat ik voor elk blokje wat ik hak een coin erbij krijg. En sommige blokjes krijg ik iets meer coins van. Omdat het een wat beter blokje is volgens mij. En oh nee, het begint zelfs te regenen. Dat meen je toch niet? Maar volgens mij stopt het al een beetje als ik het zo goed zie of niet. Ja. Boven in beeld zie je ook dat ik nu in fase 1 zit. En over 129 seconden kom ik in fase 2 terecht. En misschien zijn er in fase 2 geen dirtblokjes bijvoorbeeld. Dus ik moet nu zoveel mogelijk hakken, zodat ik echt alles eruit haal. En ik heb hier een kist gekregen. Oké, wat zat erin? Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar maakt niet uit. Ik heb het als het goed is allemaal opgepakt. En om nog sneller blokjes te kunnen hakken, kan ik natuurlijk ook eventjes een nieuwe pickaxe maken. Want ik wil echt zoveel mogelijk uit deze fase halen als kan. En misschien is het trouwens ook wel eventjes een goed ideetje als ik eventjes wat stokjes maak. En ook gelijk even een extra craften. Ja, ja. En we hebben weer een kist. En wat zat erin? Ik heb echt geen idee. Weer bloemetjes en een appel volgens mij. En misschien is het trouwens een goed idee. Ik weet niet of dat er blokjes langs vallen. Maar om dit maar eens gewoon een beetje vol te plaatsen zo. Als dat gebeurde, dan gebeurt het in ieder geval nu niet meer. Want ik heb het allemaal netjes opgevuld. En we hebben hier nog een mooie kist. En daar zat weer hetzelfde in. Oké. En we hebben weer een mooie kist gekregen. Nou, daar zitten niet heel erg veel goede spullen in. Maar wie weet is het dus zo dat er bij de volgende fase betere dingen in de kist zitten. Dat zou echt ontzettend chill zijn. Wow, en ik kreeg volgens mij net een lucky block. Zagen jullie dat ook? Ik heb allemaal hele gekke spullen gekregen. Hier, kijk, dit had ik allemaal nog niet. Met dit fruit moet ik wel heel erg oppassen, want daarmee kan je dus teleporteren als je het eet. En ik wil niet van dit blok af teleporteren, dat lijkt me niet zo fijn. Oh, en ik zie nou trouwens dat ik echt al die tijd al toortjes had kunnen maken. Hey, let's go, laten we dat gewoon maar doen. Want het is hier zo donker, ik vind het niet leuk. En mijn inventory begint best vol te zitten, dus wat misschien ook slim is om te doen, is om eventjes een mooie chest te maken. Oh, mijn hout is al op. Weet je wat, ik maak gewoon nog even wat hout en dan doen we... Oh, ik heb nog meer hout nodig. Jeetje, dat meen je niet. Chesten zijn duur tegenwoordig. Deze waren altijd al duur. Hoppakee, we hebben 2 chesten. En die gaan we gewoon even hier ergens neerzetten. Maar ik weet nog niet waar. Weet je wat? Ik ga gewoon hier een hele rij eraan vastbouwen. Zo, hoppa. En dan zetten we gewoon hier wat chesten neer. En dan kunnen we hier zo al de spulletjes ingooien. En we hebben weer een kist. Zit er weer hetzelfde in? Ja. Ik heb ook al 163 coins. En ik ga dadelijk eens kijken of dat er misschien wat nieuws beschikbaar wordt in de shop. En anders ben ik toch best wel benieuwd naar dat dingetje wat ik toen net al kon kopen. Hé, hey, en er is een nieuw shop item. Let's go. En, oh, er is ook een nieuwe fase ingegaan. En ik zie het al meteen. Want kijk mensen, ik heb iron. Maar, net zoals bij een normaal wanblok, kunnen er dus ook op een gegeven moment
allemaal... Oh, je krijgt ook andere dingen uit die chesten nu. Oké, top. Er kunnen ook mobs uitkomen, wilde ik zeggen. En daar moeten we wel heel erg voor uit gaan kijken. Maar goed, we hebben een nieuw shop item, dus ik ben ongelooflijk benieuwd. Wow, het is een boor. Oh, dit is top. We kunnen dadelijk dus deze boor kopen. Die kost wel 600 muntjes. Maar dan wordt het one block dus automatisch gehakt. En dat wil ik wel eens zien gebeuren. Dus ik ga lekker doorsparen voor die 600 muntjes, denk ik, hoor. Wow, en ik heb een bij... Nee, het is een boze bij. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Wat moet ik doen? Oh, mijn god. Oh, mijn god. Ga dood. Alsjeblieft. Waar zitten ze? Oh, ik krijg gewoon nog damage. Dat is het. Oké, ik heb er geslagen. Ik heb er geslagen. En ik heb er gedood. Hier moeten we dus echt rekening mee houden, mensen. Ik kan dus op elk moment doodgaan doordat er mobs uit dat one block komen. En ik zag het niet goed. Misschien sloeg ik die bij wel eerst. Maar ja, daar is het nu al te laat voor. Ik heb ze namelijk al gekilled. Maar goed, het goede nieuws is dat we wel iron krijgen nu. En ik heb gelijk even een oven gemaakt. En dan kan dat lekker smelten ondertussen. En oké, we hebben een villager. Ik schrok even. Oké, laten we dit platform ook maar een beetje gaan uitbreiden. Ik zie nu dat we nog een hele hoop dirt hebben namelijk. Hé, en we hebben hier een nieuw houtsoort. En we hebben hier nog een villager. Hé, dit is top. Oh, je kunt er ook echt super goed mee ruilen, zie ik nu. Met deze niet. Maar maakt niet uit. Twee villagers kunnen we namelijk laten paren. En dan krijgen we een derde villager. En we hebben een derde villager al. Oké, mijn wanblok wordt ook steeds groter en groter. Bam, bam, bam. Kijk, nu hebben we weer een hele rij erbij gebouwd. Wat gaat dit ontzettend snel. En we hebben hier een kist. En daar zit natuurlijk weer... Oh, daar zitten nu wel weer die andere spullen in. Oké, apart. Maar ik neem het gewoon mee. Hé, en we hebben gold. Oké, dat hebben we nog niet eerder. Oh, dan moet ik niet hiermee hakken. Daarvoor, dames en heren, heb ik natuurlijk een iron pickaxe nodig. Let's go. En die hebben we gelijk opgepakt. Kijk, dit is fijn. Oh nee, weer boze bijen. Boze bijen, nee. Het zijn er ook drie deze keer. Oh mijn god, waar gaan ze heen? Gaan ze weg? Volgens mij gaan ze weg. Oké, fijn. Blijf weg alsjeblieft. Kom niet meer terug. Ik heb zo'n hekel aan die bijen, hè. Ik weet niet of dat die boor dadelijk ook gelijk die mobs killt. Dat zou ook super fijn zijn. Ik weet wel dat er boren zijn die dat uiteindelijk dus ook echt kunnen doen. Hey, en we hebben koeien gekregen. Let's go, welkom op mijn eiland. Oh, het is er één trouwens. Nou, ook prima. Misschien is het handig als ik daar eens even een hokje voor ga maken. Kijk, dan hebben we nu 9 hokjes. En het regent. Oh nee. Koe, blijf staan, oké? Kijk, koe, dit wordt jouw hok. En je mag hier dadelijk zo een beetje, ja, inderdaad zo erin gaan staan. En ik heb niet genoeg hekjes. Oké, dat is niet fijn. Hoppakee. Weet je wat? Doen we dat toch gewoon even zo. En hatsa, hij staat toch. Koe, jij gaat geen kant meer op. Maar ik hoop dat je het een beetje een fijn hok vindt. Nou, laten we maar eens even... Oh, wat is dit? Weer dezelfde spullen. Oké, nice. Ja, weet je, we hebben dat dan wel niet heel erg veel aan. Maar ik neem het gewoon lekker mee, joh. Ik stop het gewoon allemaal lekker in de kist. Oh nee, weer boze bijen. Ah, ga weg. Oh nee, ik ben dood. Nee. Oh mijn god. En er is ook een villager van afgevallen. Dit is niet goed, mensen. Heb ik nog wel mijn pickaxe? Nee, die ben ik kwijt. Meen je dit? Dit is echt niet chill. Ik vind het wel fijn dat ik nog respawn op dit eiland. En dat ik al mijn muntjes nog heb. Dat vind ik ook fijn. Maar nu moet ik dus weer helemaal een nieuwe iron pickaxe maken. Nou, laten we in ieder geval maar eens beginnen met het maken van een houten pickaxe. Daar kunnen we wel even mee vooruit voorlopig. Hey, en een nieuwe koe. Let's go. Oké, koe. Jij mag hierheen komen. Kom. Nee, niet daarheen. Zo, ga eens hier op dat blok. Hier op dit blok. Oké, weet je wat ik denk ik beter eventjes kan doen? Misschien kan ik beter even een stukje farm maken. Dan pak ik de seeds erbij. En dan zet ik hier even een farmpje neer. Heb ik ook botjes toevallig? Nee, dat niet echt zie ik. Oh, jammer. Oké, nou, ik heb hier in ieder geval even een mooi farmpje gemaakt. En ik wil dadelijk wheat en dan breng ik jou hier in je hok. Oké, koe? Ja, komt goed. Oh nee, de villager gaat... Oh, ja, ja, kom op, kom op. Ja, nice! En villager, jij moet hier eigenlijk gewoon niet staan. Weet je wat? Ik ga jou verbannen van dit koeienhok. Hier, daar moet je staan. En blijf daar! En ik heb hier nog wat dirt. Dat ga ik ook meteen, bam, plaatsen. En ik zou heel erg graag even... Oh nee, geen bijen willen. Ik wil geen bijen. Ga weg! Oh, doei koe. Oh nee, ik had zijn eten kunnen gebruiken. Oh nee. Ik ben echt super blij als we weer in een nieuwe fase zitten. Hey, varkens! Hey, let's go. Bam, dat zetten we hier even neer. En dan... Oh, die villager moet er echt niet vanaf vallen. Even kijken, heb ik nog... Nee, ik heb geen hekjes meer. Nou, ik heb er weer even wat bij gemaakt. En dan ga ik hier gewoon even een kleine uitbreiding doen, zo. Kan dat? Ja, dat kan wel. Hoppakee. En dan ga ik gewoon even wachten totdat het varken hier zo op dit blokje gaat staan. Zou fijn zijn. En dan kan ik hem verder in het hok duwen. En weet je wat, koeien? Omdat jullie zo ontzettend braaf zijn vandaag, krijgen jullie een groter hok. Alsjeblieft. Zo. Ploep. En we hebben weer een koe. Doei koe. Oh, ik kom er nu achter dat er nummertje wat boven staat, wat aftelt voor de volgende fase. Dat zijn geen secondes, dat zijn de hoeveelheid blokjes die ik nog moet hakken. Dus dat zijn er nog best wel wat. En ik moet echt eventjes die 600 muntjes hebben, want als ik dat heb, dan kan ik dus die boor kopen en dan hoef ik zelf niet meer te hakken. En kan ik me gaan focussen op wat leuke dingen, weet je. Ik wil dadelijk natuurlijk ook een huis maken. Hey, en het vark is er ingelopen. Super. Of niet? Ja, kijk, hier is hij. Sorry koe. Doei.
Doei, koe. Doei. Dag hoor. Maar laten we nog maar eens even wat beter naar die shop kijken. We kunnen hier dadelijk ook power kopen. One blocks. Dus we kunnen meerdere one blocks, denk ik. En lucky blocks. Oké. Hey, en we hebben hier een nieuwe tool. Wat is dit dan? Een break tool. Oké, die ga ik wel eventjes halen. Ik ben echt heel erg benieuwd wat dit doet. Kun je hier gewoon alles mee breken? Is dat het? Nee, hier kan je niet per se alles mee breken. Ik denk dat ik hier geen iron van ga krijgen. Nou ja, die tool kan ik misschien dadelijk nog wel upgraden of zo. Misschien krijg ik wel nieuwe tools. Maar ik was eventjes benieuwd. Ik heb hier ook weer 8 iron. Die stop ik gelijk even in de oven. En eens even kijken. Ik ga eventjes iets maken van een pickaxe. Want die is weer kapot. Nice. En ik ga ook maar weer eens even wat spullen uit mijn inventory opslaan. Want oh, wat zit die vol. Oh, en ik heb hier een heleboel ducht. Ik ga mijn eiland weer groter maken. Yeah. Dit wordt echt prachtig. Kijk, nu hebben we echt een mooie, prachtige uitbreiding gemaakt. Yes. En we hebben weer een villager. Hallo vriend. Wat kan ik bij jou kopen? Nee, niks waardevols. Oké. Hey, en we hebben een schaap gekregen. Let's go. Schaap, jij mag, je hebt toestemming om hier bij de rest te gaan. Ga er maar op, oké? Doe maar. Nou ja, misschien vindt hij de weg dadelijk vanzelf wel. We hoeven nog maar 84 blokken. En dan zijn we in de volgende fase. En ik ben heel erg benieuwd wat ik dan allemaal voor blokken ga krijgen. Maar eerst heb ik hier een... Oh, dit is nice. We hebben hier weer een varken erbij gekregen. Oké. Oh, nee. Koe, ga erin alsjeblieft. Nee. Nou, misschien wil die vanzelf wel in het hok. Ik weet het niet. Ik hoop het. Kijk, het eiland is weer een mooi stukje groter. Ik wil echt een mega platform hebben dadelijk. Oh, nee. We hebben weer bijen. Oh, en ik ben weer geslagen. Ik leer het ook nooit, hè. Oké, ik wil dat het wat sneller gaat, dus ik ga eventjes wat meer tools maken. Ik ga voor een iron pickaxe en ik heb ook eventjes een axe gemaakt. Hoppakee. En dat betekent dat we weer lekker vooruit kunnen. En we hebben weer... Oh, ik wilde zeggen een koe, maar dit is weer een villager. Hallo. Nou, hier heb ik ook nog niet zoveel aan. Oh nee, weer bijen. Nee. Oh, ik ga sowieso dood. Ik weet het nu al. Oké, ik ga hier staan. Hier kunnen mijn spullen niet vallen, hoop ik. Oké, ik doe gewoon gelijk al mijn spullen hierin. Wat dacht je daarvan? Dat is pas een goede tactiek. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon... Oh, ik heb nog appels. Oké, ik ga er gewoon eventjes eentje eten en dan word ik vanzelf wel weer beter. Hey, en ik heb een nieuw shop item unlocked. En nee, ook een nieuwe mob zie ik al. En ik ben dood. Nee. Hopelijk ligt alles er nog. Oh, in ieder geval wel. Ah, mijn tools. Nee, ik viel er bijna vanaf. Ga weg, skeleton. Weg. Wegwezen jij, zeg ik. Weg. Dank je. Hè? Oh, dat was echt even stressen, mensen. En de villager, die zit nou hier ook in het hok. Oké. Maar dit was echt de eerste vijandige mob. Of ja, die bijen in principe ook. Maar die kunnen ook heel lief zijn. Hey, en we hebben hier een emerald. Oh, en diamonds. Oh, en nu zie ik het pas. We zitten in de nieuwe fase. Maar oké, een nieuw shop item. Laten we eens even kijken. Wat is dat? Oké, we kunnen hier dus een nieuw one block kopen. Nice. Dat is wel ziek. En we kunnen lucky blocks halen. Oké. En wat we ook kunnen doen is een boor halen. Nou, daar wil ik natuurlijk nog steeds voor sparen. Want die wil ik als eerste kopen. Maar misschien krijg ik van lucky blocks dadelijk ineens wel hele goede tools of zo. Oh, wat? Ik krijg hier in één keer een silvervis en een cobweb. Wat moet ik daar nou weer mee? En misschien is dit de fase waar ik geen hout meer krijg. Dus misschien is het dadelijk een goed idee dat ik eventjes wat bomen ga planten. Want dat had ik toen net eigenlijk ook al gezegd. Maar ik heb denk ik mijn boom verwijderd net of zo, want hij staat er niet meer. Oh, ik hoop echt dat ik nog een sapling heb. Anders heb ik echt een groot probleem. Oké. Oh nee, we hebben hier weer een stomme kopweb. Wegwezen. Ik wil meer diamonds eigenlijk. Dat lijkt me echt zwaar chill. Oh, en we hebben hier een crate. En wat zit erin? Ik heb echt geen idee wat erin zit. Een kopweb. Oké. Of heb ik die zojuist weggehakt? Nee, daar krijg je alleen touwtjes van. Dan heb ik dus net een kopweb gekregen. Nice. We hebben hier ook nog een hele hoop iron. 10 om precies te zijn. Dat is chill. Ik ga de waardevolle spullen hier eventjes bij elkaar doen. En wat is dit nou weer? Oh, dat was van die deep dark dingen. Oh nee, als er dadelijk maar geen warden komt of zo. Dat lijkt me echt heel akelig. Oh nee, en we hebben hier een cave spider. Oh nee. Oké, we hebben weer een emerald, redstone, lapis. Oké, dan moet er toch ook diamond komen dadelijk. En ik zie dat ik nog maar eens eventjes wat moet gaan eten. En ik heb hier trouwens ook mijn boompje weer gevonden. Oké, top. Die ga ik hier neerzetten en hopelijk groeit die snel. Wacht, misschien kan die beter hier staan. Ja. En ik heb hier ook even een kleine uitbreiding gemaakt. Want als dadelijk die boor hierop moet, dan heb ik waarschijnlijk meer ruimte nodig. Waarschijnlijk moet dit ook een beetje verplaatst worden. Oh, ik heb nog zoveel werk te doen. Maar goed, laten we bij het begin beginnen. Ik heb nu 16 hout. Daarmee kan ik 4 kisten, of 2 kisten maken. En dan zet ik deze hier neer.
En dan gooi ik hier gewoon even al deze spulletjes in zo. Hoppakee. En dit gold kan nog in de oven. En deze kool ook. Deze tools heb ik niet meer nodig. Oh, dit zwaardje wel, denk ik. En nu ga ik gewoon al deze spullen pakken. En dan doe ik ze allemaal in deze kist. Hoppakee. En dat ga ik met deze spulletjes ook even doen. En dan hak ik ook gelijk even deze kisten weer mee. Want die wil ik dus gaan verplaatsen naar deze plek. Zo. En oh, ik weet niet of dat het slim is, mensen. Stel, er komt hier dadelijk een creeper en die ontploft. Dan ontploffen al mijn spullen. Oké, weet je wat ik misschien beter kan doen? Ik ga gewoon hier zo een mooi platform bouwen. Zo, en dan maak ik hier eventjes een iets groter stuk. Weet je wat, ik bouw dit gewoon even helemaal vol zo. Kijk, dan hebben we hier een mooi platform. En dan voelen jullie hem misschien al aankomen. Ik ga hier gewoon al die chests neerzetten. Ik moet het dan wel nog een keer verhuizen, maar dat is het wel waard. Want hier kunnen de creepers er niet opblazen, denk ik. Zo, en de oven die gaat daar ook gewoon meteen naartoe. Kijk, die zetten we mooi hier neer met het kool erin. En deze moet nog gesmolten worden, dat komt goed uit. En dan pakken we deze spullen weer allemaal. Ja, dit is wel even belangrijk. Ik denk dat het zo echt een stuk veiliger is namelijk. Kijk, en dan zetten we de nieuwe chest zo hierop. En dan pleuren we deze chest nog even vol. En dan doen we de rest hierin. Hoppa. En nu ben ik met een veel veiliger gevoel lekker bezig op mijn wanblok hier. Oh nee, een skulk sensor, dames en heren. Dit is niet best. Oh nee, dit bedoel ik! Nee. Al mijn dieren, al mijn dieren, al mijn dieren. Oh nee, dit is niet goed. Ik heb dit echt super op tijd gedaan. Oh, stel al mijn spullen waren nu weg, hè. Oh, dit is echt niet chill. Er kan dus elk moment weer een creeper komen. En er is hier ook een Enderman. Oh. Maar die hebben natuurlijk even lekker gekild. Oké, ik ga doorhakken, maar we moeten vanaf nu heel erg oppassen. En ik heb hier weer wat spulletjes voor in de oven. Oké, wat mijn volgende project gaat worden, is dat ik hier al de dieren gewoon ga verplaatsen. En ik denk dat ik best een goed idee heb hoe dat ik dat ga doen. Ik ga hier gewoon een platform maken op deze manier. En wat ik ga doen, ik ga hier gewoon dit zo bouwen. En eens even kijken, heb ik nog wat hekjes toevallig? Ja, nog 7. Oké, top. Misschien kan ik beter eventjes dat dark oak wood gebruiken. En dan zet ik hier op de bam over even een mooie crafting table neer. En dan gaan we dit oak wood of dark oak wood eens eventjes allemaal veranderen. Of ja, in onder andere stokjes. En we maken hier wat blokjes van, hier wat blokjes van. Hoppakee, 24 hekjes. Moet genoeg zijn, hoop ik. En jullie vragen je waarschijnlijk heel erg af wat ik nu aan het doen ben. Nou, ik ga het jullie even uitleggen. En ik heb hier de hekjes geplaatst. En nu ga ik hier even wat trappetjes neerzetten. En dan lopen de dieren vanzelf hierin, als het goed is. Dat is een beetje de theorie erachter, zeg maar. Maar dan moet ik wel zorgen dat ze niet hier oplopen en hier eraf vallen. Dus we maken hier nog eventjes een mooi randje eromheen. Hoppakee, kijk, het randje zit eromheen. En ik denk dat dit gaat werken. Ja, ik heb er vertrouwen in. Dus laten we dit maar eens eventjes bam weghakken. En ik denk dat ze niet weten hoe snel dat ze weg moeten komen hier. Oh, het valt mee. Kijk, en nu zou je dus in principe ook gewoon deze dieren zo. Die kun je gewoon mooi hier zo induwen. Als ze meewerken. Nou, dat doen ze dus niet. Ga maar, koe. Ga maar. Kom, ga eens kijken. Nou, ik ga ze er allemaal even induwen. Want als er dadelijk weer een creeper komt. En ze staan nog hier. Dan heb ik dadelijk geen dieren meer over. Wow, en ik heb gewoon leads in mijn inventory. Oké, chill. Kom maar mee. Yes. Komen jullie ook maar mee? Ja, goed zo. Deze kant op. Kom op, schaap. Schaap, wat doe je nou? Ja. En dan pakken we dit varken nog eventjes zo. Hoppakee. En ja, ik ben best tevreden over het hok, hoor. Dit is helemaal top. Alleen vind ik het echt heel lelijk dat hier en de side zit en aan deze kant chesten. Dus dat ga ik even fixen. Oké, ik heb het verplaatst, maar nu kom ik erachter dat ik geen end side meer heb. Ja, dit is echt super goed nagedacht, Giel. Maar volgens mij zit ik nog wel in de fase dat ik dat kan krijgen. Dus dat is wel chill. En wow, ik krijg super goede spullen uit die kist trouwens. Nice. En wat ik nu eventjes wil gaan doen, is een X maken. Om dit eventjes allemaal weg te hakken. Want ja, dit oude hok, dat zag er sowieso niet uit. En dat heb ik nou ook niet meer nodig. En nu heb ik dus meer ruimte waar ik bijvoorbeeld deze boom neer kan zetten. En laten we deze boom ook maar neerzetten. Hier zo. Pam. Oké, dan hebben we nu een best veilige plek gemaakt. Want mijn chesten zijn veilig, mijn dieren zijn veilig. Kijk, het is niet per se een mooi hok, maar het is prima. Oké, laten we die villager er ook bij duwen zo. Ga jij eens even erbij. Dank je. En ik zie nu dat we nog maar 40 blokjes hoeven te hakken. En dat we dan de automatische boor kunnen kopen. Oh nee, en er spant weer een Enderman. Oké, zolang ik hem niet aankijk, kan er niks gebeuren. En er is weer een Enderman, of niet? Oh nee, er is er maar eentje, gelukkig. Oh, ik schrok al. Hé, en we hebben Enderside. Is dit de eerste? Nee, we hebben er twee. Nice. Dat betekent dat we gewoon, bam, dit kunnen doen. Oké, we hebben weer een hele hoop spullen erbij. Ik vind het een beetje risky. Er kan op elk moment een creeper komen. Dus laten we zoveel mogelijk spullen maar weer hier in de chest doen. We hebben hier nog gold. En ik ga ook eventjes dit omdraaien. Want jeetje, ja, dat ziet er natuurlijk ook niet uit, hè? Kijk, dit ziet er al iets beter uit. Hoppakee, dan gaan we gelijk weer even de
kool er terug in doen. En ik heb hier ook nog lapis. Hoppa, dat kan er ook bij. En ik heb ook nog wat koper. Oké, en ook nog wat iron. Oké, dan moet ik dadelijk ook allemaal gaan stoppen in de oven. Zo, de iron is al lekker aan het smelten. En we hebben hier een Enderman. En die wil ik heel erg graag killen. Kom hier. Ik ga hier onder die boom staan. Dan kan hij me niet pakken. Kom op. Hier komen. Ik wil een enderpearl, alsjeblieft. Ja, let's go. Eerste enderpearl. Oké. Ik moet letterlijk... een skeleton killen, wilde ik zeggen. Dat wilde ik echt totaal zeggen. Ik moet nog 1, 2 en 3 blokjes. En nu heb ik 600 muntjes, zoals je kan zien. En we gaan, bam, een mooie boor kopen. Let's go. En ik heb hem hier in mijn hand. En ik kan hem dus hier plaatsen. Nou, laat ik dat maar gewoon meteen gaan doen. En nu, wat moet ik nu doen? Oh, hier kan ik hem aanzetten, denk ik. Ja, kijk dan. Wow, hij kilt ook letterlijk de creeper. Dit is echt super ziek. Oké, hij moet wel de hele tijd opnieuw aangezet worden. Maar kijk dan hoe snel dit gaat. Het is wel echt jammer dat ik hem de hele tijd opnieuw moet aanzetten. Dat wel. Maar kijk dan, dit is zo ziek, mensen. En besef, hè. Ik kan dadelijk nog allemaal andere boren kopen. Oh, maar nu kan ik me echt op belangrijke dingen gaan focussen, mensen. Dit is top. Dit is helemaal geweldig. Ik ben helemaal verliefd op mijn nieuwe boor. Oké, dat klinkt misschien wel een beetje nerd. Maar het maakt me helemaal niet uit. En we zetten hem weer aan. Ik ga dit eiland ook even een beetje verlichten, trouwens. Want het kan zomaar zijn dat er vanavond allemaal mobs komen. En daar heb ik geen zin in. Zo, dan zetten we hier nog even wat torges neer. Oké, en ik heb hier ook een heleboel spulletjes qua ores en zo. En ik heb een goed idee. Ik denk namelijk dat het een goed idee is om eventjes een hoppersysteem te maken, zodat de oven automatisch werkt. We krijgen namelijk superveel, ja, allemaal ores en zo. En dit werkt gewoon niet snel genoeg zo. Oké, ik ga hier helemaal boven gewoon 2 chesten neerzetten zo. En dan zet ik hier even 2 volle blokken onder. En dan heb ik echt even wat meer hout nodig. Want ik heb veel meer chesten nodig. Want van chesten kan je dus hoppers maken. Maar eerst heb ik nog even een heleboel materialen nodig. Ik heb bijvoorbeeld een hele hoop steen nodig, want ik moet ook wat ovens gaan maken natuurlijk. Hey, en we hebben weer een diamond erbij. Dit is super chill. Die stoppen we bij de rest van de verzameling. Kijk trouwens ook eens even hoe snel dat we er nu muntjes bij krijgen. Oké, maar ik moet eventjes opschieten. Mijn inventory zat namelijk vol en hier lagen nog een hele hoop waardevolle spullen. Kijk, hier moeten dus wat hoppers staan. En dan moet ik nog 1 steen hebben en dan kan ik 2 ovens maken. Kijk, dan doen we het steen lekker hierin. En dan zetten we de ovens hier zo neer. En nu moeten we dus nog 2 hoppers maken. Daar hebben we nog 10 iron van nodig. Oké, dat gaat lukken. En we hebben ook net genoeg hout. Let's go. Want we hebben natuurlijk ook nog een chest nodig daarvoor. Kijk, hoppakee, dan doen we de chesten hier. En dan doen we dit hier en dit hier. Hoppa, dan hebben we 2 hoppers erbij. En dan doen we zo. En dan moet ik nu nog 2 chesten hebben. Die zetten we hier. En dan heb ik even de kool gepakt uit de andere oven. En dan... Oh, ik heb hier al even wat iron in gedaan. Dat is niet leuk voor het effect. Kijk, nu stoppen we hier onze ores in. Kijk, zo. En dan als het goed is, gaat het automatisch hierin. En als het klaar is, dan gaat het verder in deze hoppers. En dan komt het dadelijk helemaal gesmolten hieruit. Kijk, en er zit hier al wat ores in. Dit is top. En misschien is het wel een goeie als we daar gelijk onze oorchest van maken. Kijk, op deze manier. Dan komt alles mooi lekker gesorteerd hierin. Ja, dit is fijn hoor. Oké, laten we dit dan allemaal maar eventjes hierin doen zo. Hoppakee. Oké, ik ben eventjes wat boompjes aan het omhakken. Dan hebben we voorlopig ook wel weer genoeg hout. Nice. En ik wil eventjes wat steen gaan verzamelen, want dan kan ik dadelijk nog een groter platform bouwen. Oh, ik heb nog geen nieuwe boor vrijgespeeld. Maar wat doet zo'n Lucky Block nou? Ik wil echt weten wat het doet. Oké, laten we hem neerzetten en hakken. En, oké. Oh nee, dan viel ze naar beneden volgens mij. Nee! Dat meen je niet. Oké, weet je wat? Ik ga er wel nog eentje kopen. Hoppakee. Zo. En wat krijgen we? Ik heb geen idee wat ik heb gekregen. Oh, alleen flint. Nou, ik ga echt nooit meer Lucky Blocks kopen. Laat ik maar gewoon even wat coins gaan sparen. En eventjes lekker gaan minen met mijn automatische miner. Hey, en ik ben even een tijdje aan de miner geweest en ik zag dat er een nieuw shop item is. Oké, er is een nieuwe Lucky Block, zie ik. Maar er is ook power. Wat kan je daar nou weer mee? Kan je daarmee zorgen dat je boor sneller gaat? We hebben hier ook een boor. Oh, we kunnen de nieuwe ook kopen. Oké, ik denk dat ik daarvoor ga sparen. En wat hebben we hier? Een nieuwe one block ook. Oké, dus dit is mijn plan. Ik ga dadelijk deze boor kopen en daarna een nieuw one block. Want dan hebben we dus 2 one blocks naast elkaar. En dan zetten we deze oude boor zetten we gewoon op de nieuwe one block. En dan hebben we eigenlijk 2 automatische one blocks. Ik denk dat dat echt een supergoed idee is. En wat is hier nou weer gebeurd, joh? Waarom staan er pigmans hier in dit... Oh nee, de villager is ook dood. Oké, nou ja, laat ik ze maar gewoon killen. Oh nee, en de... Mijn dieren zijn gepoisoned. Nee!
Dit meen je niet. Al mijn spullen. Nee. Ik heb mijn hele inventory vol net. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon eventjes al die spullen die gesmolten kunnen worden alvast hierin doen. Waarom doen die rotmops dit nou weer? Wat is dit? Dit is toch helemaal niet leuk? Ja, godsamme zeg. Rotheks, ga weg. Nee, al mijn dieren zijn dood. Dit meen je niet. Oké, dit ging echt heel snel, heel erg fout. Ik heb letterlijk geen dieren meer nu. Oké, nou ja, maakt niet uit. Ik denk dat we dadelijk vast wel weer nieuwe dieren krijgen. Ik ben ook eventjes dit allemaal wat beter aan het ordenen, zodat het allemaal er lekker in past. Oh, en ik heb hier nog een heleboel ijzer trouwens. Kijk, dit is toch een topsysteem, mensen. Even serieus. Ik hou hiervan. Maar hier hou ik wat minder van, want mijn dieren zijn weg. Ah, en hier kan ik nou trouwens ook gewoon kool in doen. En dan komt dat automatisch ook hier weer erbij. Oké, nou ja, ik ga maar gewoon doorminen of dat er niks gebeurd is. Oh, en ik zit in het desert biome. Dit is interessant. Ik ben benieuwd wat voor blokken ik hier allemaal van ga krijgen. We hebben in ieder geval cactussen al gezien. Even kijken. Een hele hoop zand natuurlijk. Oh nee, en een desert zombie. Daar hou ik niet van. Ga weg. Wegwezen, dank u. Oké, ik ben een hele tijd later. Ik heb een hele hoop blokken hier verzameld. En er zijn weer een paar nieuwe dieren gekomen. Zo hebben we wat mooie koeien. Maar we hebben ook konijnen gekregen, want die leven natuurlijk in de woestijn. Of ja, voornamelijk in de woestijn. Kijk, en hiermee gaat het ook allemaal top. De oven doet het goed. En laten we hier trouwens dit ook maar eventjes ingooien, zo. Hoppa. En dan kunnen we dit hier weer bij doen, zo. En als ik dadelijk genoeg iron heb, dan ga ik eventjes wat armor maken. Want dat heb ik dus nog steeds niet gedaan. Ik ben dat gewoon vergeten. Maar wat we wel eventjes kunnen doen, is wat ingots maken. Zo, kijk. Dat scheelt toch weer een paar. Want die krijg ik nu dus ook. Oké, we zitten al op 500 coins. Ja, bijna 550 al zelfs. En we moeten er dus 950 hebben voor de volgende bol. En ik ben echt super benieuwd hoe dat eruit ziet dadelijk. Over 200 blokken krijgen we ook weer een nieuwe fase. En ik kan niet wachten om te zien wat voor blokken we dan krijgen. Oh nee. Ik had deze spin niet gezien. Ga weg. Oké, die ontsnapte even van de boor. Maar over 14 blokken gaan we de volgende fase in. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat zijn. Oké, nog 9 blokken. Nice. Nog 4. En we zitten erin. Hey. En we zitten nu in de oceaanfase. Oké. Ik krijg heel veel zand tot nu toe. Oké, dat is ook leuk. Maar wat heb ik aan zoveel zand? Ik heb geen idee. Oh, ik krijg hier heel veel blokken. Nou ja, mijn inventory zit natuurlijk weer vol. Dus laten we eerst maar eens eventjes al die ores hierin doen. En laten we dit allemaal maar eens even hierin droppen. Want daar hebben we natuurlijk niet zo heel erg veel aan nu. Oh, ik ga ook weer even het kool bijvullen zo. En ik heb hier weer 9 diamonds. Die kunnen er natuurlijk ook bij. En ik heb hier al heel veel blokken om dadelijk mijn platform te gaan bouwen. En daar heb ik oprecht super veel zin in. Oh nee. Mensen, kijk dit. Oh, nee. Wat is dit? Waarom staat hij ook op een land? Ga weg, man. Ga weg. Wegwezen. Nee, al mijn spullen. Oké, ik heb gelukkig nog best wel wat spullen kunnen redden. Oh nee. Oh, heb ik al mijn blokken nog? Dat vind ik oprecht het belangrijkste. Oké, nice. Ik schrok al een beetje. Oké, ik denk dat het nu eindelijk tijd is om eens even wat armor te maken. Want, oh, wat heb ik dat lang uitgesteld. Nee, ik maak iron bars. Oké, nou, dat is ook leuk. Daar kunnen we helemaal niks mee. Nou ja, gelukkig hebben we genoeg iron. En hoppakee. Kijk, ik zie er veel sterker uit nu. Let's go. Oké, maar goed. Daar moeten we... Oh, ik heb mijn bol gesloopt. Dat is niet handig. Zo. Maar daar moeten we dus even goed vooruit kijken. Drills. Kijk, ja hoor. We kunnen hem dadelijk kopen. Ik ga het gewoon meteen doen wanneer het kan. Ik heb nog letterlijk 50 coins nodig. En dan hebben we gewoon al genoeg mensen. En dames en heren, ik heb genoeg. Ja hoor. Dus, laten we... Oh, dit halen we even uit mijn hand. Gaat verdamme. We gaan hierheen. En we doen dit. En yes, ik ben er zeker van. En ik heb nu een super mooie nieuwe bol. Maar eerst gaan we deze eventjes oppakken. En gaan we de nieuwe hier neerzetten. Kan dat misschien? Hallo? Zou dat mogelijk zijn? Oké, ik ga de oude bol wel eventjes goed opbergen. Voordat ik dadelijk weer dood ga of zo. En dat ga ik doen in een nieuwe chest. Want de chesten zitten allemaal weer vol. Hey, en ik kan hier zo, bam, de nieuwe bol neerzetten. En oké, wow, hier heb ik een nieuw paneel of zo. Wat kan ik hier dan mee? Ik heb geen idee. We komen er vanzelf achter, denk ik. Laten we maar eens aanzetten. En oké, wow. Dit ding gaat veel sneller. Wat? Dit is echt niet normaal. Wow, yo. Kijk dan hoeveel spullen hier staan ook. Oh nee. Er staat weer zo'n stom rotmonster. Ga weg, man. Ja, dankjewel. En ja, heel leuk en aardig dit. Maar wat gebeurt hier? Dit pijltje gaat ook... Dit verandert niet, hè? Nee. Maar hij blijft maar doorgaan. Ik hoef hem niet opnieuw aan te zetten. Wat is dit voor een uitvinding? Dit is gewoon ongelooflijk chill. Dat is wat het is. Kijk dan even hoeveel coins ik erbij krijg ook. Dit is echt niet normaal, mensen. Kijk dan hoe snel dit gaat. Ik hoef letterlijk niks te doen. Oké, top. Ik weet wel één ding. Deze chest die gaat super snel vol zitten op deze manier.
Ik vind het wel fijn, want dit zijn allemaal van die rotspullen waar je echt zwaar weinig aan hebt. Oh nee, er staat weer zo'n rotding. Ga weg, man. Dank je. Oké, en de boor is... ik weet niet wat er nou gebeurd is. Ah, oké, ik zie het al. Er staat er in de chat dat de brandstof op is. Dus dat is misschien een nadeel aan deze boor. Dat het dus brandstof nodig heeft. En die is best wel heel erg duur. Maakt niet uit. Dus waarschijnlijk moeten we dit hier zo toevoegen. Zo op deze manier. Hoppakee. Ja hoor, en hij zit helemaal vol. Laten we de boor maar weer aanzetten, mensen. Ik ben er klaar voor, hoor. Maar misschien kan ik het best een beetje hier gaan staan. Want als er dan weer zo'n guardian komt, dan komt hij niet gelijk achter me aan. Kijk dan hoeveel spullen daar liggen. Dit is niet normaal. Oké, ik ga ze gewoon oppakken. Snel. En weer weg. En ik ga ze snel weer eventjes hier in deze chest stoppen. Zo. Hoppa. Let's go. Ik heb heel erg veel zand inmiddels. En ik zie trouwens nu dat ik nog maar 22 blokjes hoef te hakken. En dan zitten we in de nieuwe fase, mensen. Hé, hey, en we hebben nieuwe items unlocked. Oké. Ik ben benieuwd of dat daar misschien een nieuwe boor bij zit. Die zou ik heel graag willen. En de nieuwe fase waar we in zitten heet sneeuw. En dat is wel fijn, want dan krijgen we ook weer hout van. En ik denk dat ik vanaf nu voor elke fase gewoon een nieuwe chest ga maken. Dan blijft het een beetje gesorteerd. Kijk, dan zetten we hier gewoon weer even wat chesten neer. En dan doen we hier gewoon eventjes al deze gekke dingen in. Zo, hoppa. Ik denk dat het een best goed idee is om eventjes een voorraadje brandstof te halen. Oké, ik heb er even een hele hoop gekocht. En laten we dit maar eens eventjes bij gaan vullen zo. Hoppa. En dan zetten we hem weer aan. Ja hoor. En waarschijnlijk krijgen we dadelijk ijsberen en sneeuwpoppen en allemaal dat soort dingen. Ja, dat gaat super vet worden. En eens even kijken, wat hebben we allemaal unlocked hier zo in de winkel? Nog geen nieuwe boor helaas. We hebben wel nieuwe one blocks, oké. Oh, en ik denk dat het best wel een goede is, al koop ik dadelijk de caves one block, want dan blijf je dus de hele tijd op het caves niveau zitten. En die kan ik bijna kopen, dus ik ga het gewoon doen. Hoppakee, ja hoor, ik wil hem. Oké, en ik heb hier mijn nieuwe one block in mijn hand, maar die moet ik neerzetten en daar heb ik even wat ruimte voor nodig. Dus sorry boom, jij moet weg. Oké, ik denk dat dit hier een hele goede plek gaat zijn voor het wanblok. Dan staat hij ook naast die andere. Zo, hoppakee, hij staat hoor. En wat we nu ook kunnen doen, is deze boor erbij pakken. En die kunnen we als het goed is hier zo op... kan dat? Oh nee, je gaat me toch niet vertellen dat het niet kan? Oké, misschien moet ik eerst eventjes zorgen dat er een ander blokje staat. Oh nee, ik denk dat ik maar één boor kan hebben. Oké, nou ja, het is niet anders. Ah, dit was wel echt een super goed idee geweest. Nou ja, laten we deze tank nog maar eventjes bij gaan vullen zo. Hoppakee. En we kunnen dit allemaal breken. Wat? Kijk dan hoeveel spullen ik heb gekregen. Wat moet ik hiermee? Nou ja, maakt niet uit. Laten we maar aanzetten. Let's go, borren! En we komen al steeds dichter bij die nieuwe fase. En oh, ik denk dat ik misschien weet waarom dat die borren het niet deed. Oh, dat zou goed kunnen. Misschien dat deze boom in de weg staat. Dat die gewoon meer ruimte nodig heeft in de hoogte. Dat zou echt zo logisch zijn. Ik geef niet op, mensen. Ik hoop echt dat het werkt. Oké, één ding weet ik wel. Deze sneeuwballen, die mogen allemaal wegwezen van mij. Hoppa, ik stop hier even al deze spullen hier weer in de chest. En dat kan ik nog een keer doen, zo te zien. Oh, en ik zie nou dat ik hier ook een hele hoop gold neer heb gelegd in deze chest. Maar die kan ik natuurlijk net zo goed ook hierin doen. En dan wordt het lekker gesmolten. Oh, en mijn boor is weer leeg. Oh, ik heb hier trouwens ook nog heel veel iron. Dat gaan we er ook gewoon bij doen. Hopstakee. En dan kunnen we dit nog even oppakken. Jeetje, wat de spullen. Oké, we hebben ook nog wat ores gekregen. Ik ben even nog een keertje op en neer gelopen. En het houdt maar niet om met die spullen, joh. Dit is echt niet normaal. Ik ben het ook allemaal weer een beetje aan het sorteren ondertussen. Maar goed, we moeten nog maar 138 blokken hakken. En dan gaan we dus door naar de volgende fase. En dan unlocken we misschien wel een nieuwe boor. Oké, ik zet deze aan en dan ga ik ondertussen eens eventjes dit allemaal weghakken hier. En deze boom hier, ja, die moet eigenlijk ook gewoon weg. Hey, en we zitten in een nieuwe... Oh nee, we zitten nog niet in een nieuwe level. Maar er is wel een nieuw shop item stond er. En we hebben een nieuwe boor. Ja hoor. En die kost 1300. Oké, dat is wel heel erg veel. Maar dit gaan we wel kunnen bereiken hoor. Easy. Hey, en nu zitten we in een nieuwe fase. En nu zitten we in de jungle fase. Wat? En we hebben nieuwe lucky blocks. Oké. En we hebben ook nog nieuwe one blocks. Ja, die vind ik een beetje tegenvallen. En de boor is weer leeg. Maar ik heb wel weer een hele hoop spullen die erin kunnen. Kijk dan, ik heb gewoon weer een nieuwe chest neer moeten zetten. Nou ja, laten we dit ding nog maar eens even een keertje volgooien zo. Hoppakee. En dan zetten we hem weer aan hoor. Zo. En de boor is weer gestopt. Er liggen hier een hele hoop spullen die ik niet kan oppakken. Dus ik ga eventjes alles hierin gooien zo. Hoppakee. Maar we hebben een hele hoop jungle hout. En daarvan gaan we gewoon een heleboel chesten maken. Zo. Hoppa.
Kijk, en die zetten we dan... Oh, dit is niet helemaal goed. Die zetten we dan zo neer. En nu kunnen we weer veel meer rotzooi opslaan. En ook deze rotzooi oppakken. Nice. Wow, we hebben golden apples gekregen. Dat is oprecht heel chill. Oké, laat ik dit eventjes hier zo sorteren. En ik denk dat het weer tijd is om dit dingetje eventjes op te voeren. Zo, hoppakee. En dan zetten we hem gewoon weer aan. Hoppa. Oké, ik heb weer een hele hoop spullen die ik eventjes in de oven wil doen. Ik heb hier ook een hele hoop oors die... Ja, het is best wel raar. Sommige oors zijn nog niet gesmolten en sommige wel. Maar goed, maakt niet uit. Laten we dit hier allemaal maar in doen. De lepis zit letterlijk vol. Oké, emeralds heb ik nog. Oké, nou, dan gaan we snel maar eventjes deze chest volrammen. Hoppakee. Kijk, en hey, we hebben nieuwe dingen in de shop unlocked. Dat is top. Oké, ik ben bezig met het oppakken van de laatste dingetjes. En dat heb ik nu gedaan. En dan is het nu tijd om de nieuwe boord te kopen. En die kunnen we echt maar net kopen. Oké, let's go. Ik heb hem. Hoppa. Ik ben zwaar benieuwd hoe dat dit werkt dadelijk. Wow, kijk, en hier kan ik nu ook een boord inzetten. Oké, dit is top. Oh, en ik heb hier gewoon nog meer blokken die ik moet opslaan. Oh, jeetje, man. Wat een spullen. Oké, we gaan deze slopen. Hoppakee. En die gaan we hier neerzetten. En dan pakken we onze nieuwe boord. En ik ben super benieuwd hoe dat dit eruit gaat zien. Kijk dan, mensen. Oh, wat een machine, man. En laten we hem eens aanzetten. En ik ben benieuwd. Hoe vaak moet ik dit aanzetten? Of gaat dit al helemaal vol automatisch? Ik heb echt geen idee namelijk. Maar, oh, dit ding gaat zo snel. Kijk dan hoe snel dat mijn geld erbij optelt. Oké, dit was misschien wel de beste investering ooit, denk ik. Maar ik ben benieuwd. En gaat het nou de hele tijd door? Of gaat hij stoppen op een gegeven moment? Nou ja, we gaan er vanzelf achter komen. Laat ik deze in ieder geval maar eventjes bijvullen zo. Kijk, en nu moet ik wel heel veel spullen gaan opslaan. Oh, nee. Oh, jeetje. Ik kan het toch helemaal niet bijhouden, mensen. Dit is echt niet normaal. Kijk dan, dit gaat zo snel. Ja, eentje is leeg. Nou, prima. Oh, deze is leeg. Oké, dus ik moet hem hier dan bijvullen of zo. Ik heb geen... Oh, hier moet ik hem bijvullen. Oké, fijn. Ik ben oprecht blij dat ik deze moet bijvullen, want anders zou het echt veel te makkelijk zijn. Maar ik heb eigenlijk best wel een goed idee hoe dat ik dit niet meer hoef te doen. Zeg maar die chesten allemaal bij hoef te vullen. En weet je wat? Jullie zien dadelijk wel wat ik bedoel. Oké, ik ben een hele tijd verder. Ik heb iets gebouwd en ik weet niet of dat het ook echt gaat werken, maar het zou super chill zijn als het wel werkt. Alleen moet ik eerst weer eventjes wat brandstof halen. Ik heb eigenlijk ook wel een klein beetje honger. Is er nog wat eten? Oh, hier hebben we een biet. Nou ja, eten we dat lekker op. Oké, dan krijg je echt precies geen honger van bij. Of geen, hoe zeg je dat? Eten. Ik wil ander eten. Hoppakee. Al mijn eten zitten we bij. Maar wat ik dus heb gemaakt is dit. Hier zo. Ja, ik ben eventjes bezig geweest. Er zit een heel hoppelsysteem omheen. En alle items die er nu langskomen, die komen als het goed is automatisch hier in deze chesten terecht en in deze chesten terecht. En deze chesten gaan ook super snel volkomen. Maar ik wil gewoon alleen de meest waardevolle spullen bewaren. En daarom heb ik hier dit gat waar ik bijvoorbeeld gewoon zo even mijn spullen in kan gooien als ik ze niet wil. Dus ja, dat is een beetje het idee. En ik heb hier een hele hoop brandstof gekocht. En die doe ik er hierbij beide gewoon eventjes in. Zo, hoppakee. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat dit gaat werken. Oké, kijk. Het komt hier allemaal in. Oké, op een gegeven moment komen er zoveel items dat het als het goed is, daarnaast komt te liggen. Dat zou in ieder geval mooi zijn. Als dit niet werkt, heb ik letterlijk een uur van niks gespeeld. Dat zou heel erg zonde zijn. Maar laten we eens even kijken of dat dit enigszins een beetje werkt. Oh, wow, yo, er komt heel veel XP hier beneden. Oké, ook chill. En oké, ja, kijk, er komt al een hele hoop hierin. Dit is helemaal top, mensen. Wat ik nu ondertussen ook nog kan doen, is eventjes wat meer van dit brandstof erbij pakken. En het gewoon lekker bijvullen hier zo. Hoppakee, kijk, nu blijven ze nog langer bezig. Dit is toch top. En nu kan ik hier eventjes heen. En dan denk ik zo van, ja, die boompjes, wat heb ik eraan, weet je wel. Die mogen gewoon weg. Doei. En hier hebben we ook allemaal spul wat ik niet nodig heb. Hier, kijk, al deze gekke dingen. Daarmee. Oh nee, ik heb mijn eten weggegooid. Ja, dat is wel een beetje het risico. Maar dit werkt echt veel beter op deze manier. Dat is echt top. En nu kan ik bijvoorbeeld ook eventjes deze spulletjes pakken. En die kan ik gewoon hier zo in de hoppers droppen. Oh nee, niet mijn gas. Of ik bedoel mijn brandstof. Oh nee, en er is een boor leeg. Dat meen je niet. Oh, wat? En we zitten in een nieuwe fase trouwens. We zitten in de cliff fase. Oké. Ik ga ze gewoon allebei weer eventjes aanzwengelen. En met twee van die machines gaat het natuurlijk super snel om weer af te tellen naar de volgende fase. En we hebben nieuwe shop items. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Hebben we een nieuwe boor? Nee, dat nog niet. Maar we hebben wel nieuwe one blocks. Oké. En we hebben nieuwe lucky blocks. Maar hebben we ook wat duurdere misschien al? Nee. Ondertussen wil ik dit ding ook weer eventjes bijvullen. Hoppakee.
Deze ook nog een beetje bijvullen. Zo. En we moeten nog 800 blokjes breken om naar de volgende fase te gaan. Maar dat duurt dus nog wel eventjes. En eens even kijken. Zitten de chests hier inmiddels al vol? Ik ben er bang voor. Ja, deze zit vol. Deze nog niet. En die ook nog niet. Oké, dus de onderste zit gewoon al vol overal. Wow, yo. Dit is echt sick. Ja, we hebben dus nog steeds allemaal spullen die we ook nog moeten smelten. Zoals gold en iron. En laten we deze maar weer bijvullen, want hij is leeg. En dat is zonde. Daar hou ik niet van. Kom op. We moeten door. Dus laten we maar eens even bijtanken. Kom op. Hier. Hoppa. En jij mag weer aan. Mensen, is dit de vetste one block of niet? Ja, oké. Misschien ziet hij er niet de mooiste uit. Maar ik vind het wel een coole one block. We gaan super snel. Wie kan er nou zo snel blokken hakken op een one block? Ik heb nog nooit iemand gezien die het zo snel doet in ieder geval. Oké, misschien speel ik een beetje vals met die machines, maar oké. Kijk gewoon even door de vingers, oké? Hey, en we zitten in een... Oh nee, we zitten niet in een nieuwe fase. We hebben wel nieuwe spullen unlocked. Oké, laten we eens even kijken. Oh, we hebben een nieuwe borg. Kijk dan, die ziet er heel erg ziek uit. Een gele. Oké, nou laten we die maar bam gelijk gaan kopen. Jazeker. En we zitten in een nieuwe fase en dat betekent dat we weer nieuwe spullen hebben unlocked. En we zitten nu in de lush fase. Oh, dat is super chill, want dat is dus... Oh, dat is super chill trouwens. De fase Lush komt natuurlijk van Lush Cave. En je hoort het al, Cave. Daar zitten heel veel diamonds en zo. Dus ik denk dat die hier heel erg veel gaan komen. Eens even kijken, hoe vol zit die chest al tegenwoordig? Oh jeetje. Ja, dit is niet normaal. Oké, en mijn boren staan uit. Daar ben ik blij mee. Oh mensen, ik ben echt een eeuwigheid bezig om al die spullen op te pakken. Oh, oh, oh. Oké, we gaan deze eventjes oppakken zo. Hoppakee. En dan gaan we de nieuwe neerzetten. Zo. En dan ben ik echt super benieuwd wat hier gaat... Wow, wat is dit? Ik kan waarschijnlijk iets van een motor kopen of zo. Oh ja, kijk, een generator. Oké, nou, die ga ik kopen. En die zet ik gewoon hier neer. Oké, en zou ik deze nou al aan kunnen zetten? Ja, oké, hij werkt al. En wat, dit ding mindt gewoon nog 10 keer sneller lijkt het wel. Wow, dit is echt ongelooflijk. Dit is gewoon niet normaal, joh. Nou ja, laten we deze ook nog maar eventjes bij... Nee, trouwens, ik kan deze gewoon veel beter oppakken, denk ik. Oké, dus hier is de batterij nu van leeg. Ah, dan kan ik hem zo op deze manier bijtanken. Maar dit zal wat duurzamer zijn of zo. Oké, nice. Maar echt, dit gaat zo snel. Het is echt niet normaal. Maar ja, dit ding is niet zo heel erg goed, deze borg. Dus ik had een idee. Wat nou, al kopen we gewoon nog zo'n borg. Om die gewoon ook weer hier zo neer te kunnen zetten. Zo, bam. Alleen moet ik voor deze borg nog wel zo'n generator hebben. Dus daar moet ik nog eventjes voor sparen. Maar laat ik deze in ieder geval maar alvast even bijvullen. En dan zetten we hem weer aan. Dit gaat zo snel, mensen. Echt, het is niet normaal. Ik denk dat ik genoeg heb. Jazeker. Ik heb hier een tweede generator. En dat betekent dat deze ook aan kan. En we hebben nu nieuwe shop items gekregen. Want we zitten weer in een nieuwe fase. En ik ben benieuwd. Wat voor shop items hebben we gekregen? We hebben nieuwe one blocks. Oké. En we hebben nieuwe lucky blocks. Oké. Wat ik gewoon eens eventjes ga doen. Ik ga gewoon een aantal van deze lucky blocks kopen. Want het zijn dus die lush lucky blocks. En er kunnen best goede dingen in zitten, denk ik. En ik ga er gewoon 10 halen. Hoppa. Maar laat ik eerst maar eens eventjes mijn generatoren weer bijvullen. En dan kunnen deze ook weer aan. Zo. Hoppakee. En dan ga ik hier gewoon eventjes al deze lucky blocks neerzetten. Zo. Kijk eens even. Dan ben ik heel erg benieuwd wat erin zit. Oké, we gaan het gewoon gelijk openen. Wat zit erin? Echt allemaal slechte spullen. Oké. Die lucky blocks, die ga ik niet nog een keer kopen, denk ik. Oké, we hebben weer nieuwe shop items. En is er een nieuwe borg? Nee, nog niet. We hebben weer een nieuwe one block. Oké. Nou, daar hebben we niet zoveel aan. Ik kom er dus net ook achter dat die blokjes die je zeg maar breekt, die aftellen. Oh, ik zit trouwens in een nieuwe fase. Een dungeon fase. Oké. Maar die blokjes die aftellen, dat heeft dus alleen te maken met deze borg. Deze borg die doet eigenlijk helemaal niks anders dan gewoon blokjes voor mij verzamelen. Maar dat vind ik ook leuk. Ik wil meer blokjes. Nog meer blokjes. Kijk ook eens even hoeveel levels ik al heb. Dat is ook echt niet normaal. Ik heb al 55 levels. Dat haal je echt bijna nooit in Minecraft. Hey, en er zijn nieuwe shop items. Oh, en ik zie het al. Er is een nieuwe borg. Die ga ik meteen halen. En ik ga hem ook meteen neerzetten. Hoppakee. Kijk dan. Dit is niet normaal. Kijk, ik heb er weer even een batterij bij gezet. En ik ben heel erg benieuwd. Hoe snel... Wow, hier liggen trouwens superveel van die bundels met blokjes nog. What? Oké, ja. Ik heb echt unlimited blokjes al. Maar ik wil gewoon de beste boren, oké? Dat is mijn doel vanaf nu. Oké, we zetten hem aan. En laten we eens even kijken. Oké, dit gaat echt heel erg veel sneller dan die vorige. En we zitten in een nieuwe fase. Hey, en dat is de nether fase. Oké. Kijk dan hoe snel deze machine is en hoeveel mobs dat hij ook killt. Oh, ik denk dat er dadelijk ook van die ghasts komen. Ik denk dat
dat... Oh, kijk, nou, dat was er één. Hoe toevallig is dat? Als deze boor zo snel is, hoe snel is de laatste dan? Die wordt wel echt super duur. 3000 muntjes. Maar dit komt helemaal goed, joh. Ik ga er gewoon van sparen. Maar ik weet dat er dadelijk dus ook een tijd komt dat hier een warden komt te staan die deze boor moet killen. En ik weet niet of dat die boor dat gaat redden. Ik bedoel, zo'n boor kan heel sterk zijn, maar een warden die kill je niet zomaar, toch? Ja, dat doet hij bij de rest van de mobs wel, dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, we zitten in een nieuwe fase. Ik moet hier 2200 blokken breken. Dat is echt heel erg veel. Maar ik heb ook nieuwe items. En nee, nog geen nieuwe boor volgens mij. Of wel? Nee. Oké. Dan moeten we nog even iets langer mee wachten dan. Maar ik heb wel nieuwe lucky blocks. En zijn het al die 70 punten lucky blocks? Nee. Oh, die wil ik ook wel graag uitproberen. Want misschien komen daar wel hele goede spullen uit. Oké, we zijn bijna bij de volgende fase, maar ik kreeg net een melding dat er nieuwe items zijn. Zal er een nieuwe boor zijn? Ja, let's go, kijk dan. Die ziet er echt super bruut uit. Oké, laten we die maar kopen. Hoppakee, ik heb hier de allerbeste boor in mijn hand. En laten we maar gewoon gaan plaatsen. Kablam, kijk dan. Oh, dit is echt een megaboor. Kijk dan hoe groot. We kunnen hier de generator neerzetten, maar kijk dan hoe ongelooflijk groot dit ding is. Oké, dit zag ik echt niet aankomen. Dit is echt niet normaal. Kijk dan, joh. Oké, laat ik hem maar aanzetten en kijken hoe snel deze bol gaat. Oh, wat? We hebben gewoon nog een generator nodig. Dat meen je toch niet? Oké, wacht. Laten we die dan nog maar eentje kopen. Ja, er zit niks anders op, mensen. Ik heb letterlijk 2 generatoren nodig voor dit ding. En bam, nu kan die aan. En wat? Dit gaat zo snel. Wojo, dit is echt ziek. Kijk dan. En dit heeft er nu voor gezorgd dat we in de allerlaatste fase aangekomen zijn. Deze boor is echt niet normaal. In deze video overleefde ik 100 dagen in Schaapstad. Ga die zeker ook even checken. Vergeet niet te abonneren als je dit vaker moet doen. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei.